bevinden ons momenteel in Brussel voor de opnames van Plan Bart, mijn eerste langspelfilm. Het vertelt het verhaal van Sarah, een jonge vrouw van 35, die na 10 jaar gelukkig samen zijn met haar grote liefde Alex, eigenlijk te horen krijgt dat hij geen kinderen wil, ondanks hij altijd beweerd heeft dat wel te willen. En voor haar betekent dat het einde van die relatie. En zij gaat dan op zoek naar iemand die tegen betaling haar zwanger wil maken. Dan komt Sarah toevallig een vriend van vroeger tegen, die altijd in het buitenland zit, Bart. En hebben zij iets met elkaar gehad. Mijn rol is, ik ben Bart en ik ben de vlierenfluiter die voilà, onder contract zijn zaad doneert. On est parti après dans une super belle histoire, avec plein de surprises. Silence for shooting, silence. Stop. Sarah. Plan Bart is een romantische komedie over dertigers in de stad. Over keuzes maken, opgroeien, engagementen aangaan in het leven. Er zitten heel veel scènes in die ook wel best intens zijn. Het is echt een film over relaties. Dus man-vrouw relaties en heel herkenbare gesprekken en situaties. Dus het is echt zo erin duiken. Sorry, maar kunnen we toch nog eens spelen voor een. Ik heb een goed gevoel bij Roel. En, het voelt heel naturel aan, heel organisch, ongedwongen. Fijn. Hij is, hoe zou ik het zeggen, gevoelig. Voor, zowel voor het beeld als voor hoe we met elkaar spelen en zo. Dat vind ik heel. Ja, heel fijn. Quand c'est un premier film, c'est. Ouais, il y a souvent ce truc d'enthousiasme et de vouloir bien faire les choses et recommencer plusieurs fois. Et puis un petit esprit de famille, tout ça qui s'installe généralement. Et après, quand tu tournes avec des gens plus expérimentés, soit ça se passe plutôt bien, ou alors tu es à la fabrique et tu es aux ordres d'un réalisateur. Enfin, ça dépend des tournages en fait, il n'y a pas de formule. Elke régisseur is wat anders, hein? Voilà. Maar de Roel is volgens mij een goede regisseur. Gauche, ga maar droit. Goed, de kap, hè. Ik ben niet van jou, niet van jou, niet van jou. Ja, er zitten dus een pak seksscènes in de film, maar er komt geen naakt in beeld. Dus ik vind het heel belangrijk om te werken met suggestie. Het is ook een romantische komedie, dus ik vind het eigenlijk ook wel heel fijn om daar niet te expliciet in te gaan. Dus eigenlijk veel te laten zien zonder iets te laten zien. Dat is een beetje het plan. En action! Moeilijk. Het is nu niet echt moeilijk. Het is eerder iets dat je moet overwinnen of zo. Hè. Dat is alleen maar techniek. Hè. Techniek, techniek, techniek. Gelijk in ticht, hè. Dat is ook techniek. Hè. Ja, dat is gewoon elkaar vertrouwen en dat gewoon doen. Als je weet van elkaar van oké, dat is de situatie, dat gaan we doen, dan is dat eigenlijk niet zo moeilijk. Dat is ook iets heel technisch. Like hier straks dan moet ik de hele tijd zien van, dat mijn voet op de juiste plaats staat en zo. Daar inderdaad, je zit in dit verhaal in een klein kabinetje. De regisseur zit daarbij, de geluidsman zit daarbij, de cameraman zit daarbij. Af en toe komt er nog eens een voor het licht en dan ga jij spelen alsof je passioneel aan het vrijen of aan het kussen bent. Ja, voilà, dat hoort erbij en je doet dat gewoon. Maar dat heeft niks te maken met romantiek of met erotiek. Dat komt daar totaal niet bij aan te pas.